Italië over u heen gekregen. Ik zou willen zeggen terecht, maar ik vind het niet terecht. Ik heb Calafiori gisteren aangepakt door de onoplettendheid in de laatste minuut en ik blijf daarachter staan, ondanks dat heel Twitter iemand aan het ophemelen was als de toekomst van de Italiaanse defensie. Dat kan goed zijn. Hij is ook super populair op Twitter, blijkbaar. Het is de verkeerde die je hebt uitgekozen. Ja, hij lijkt ook zo Maldini en ik zie het allemaal wel. En hij kan de toekomst worden, maar in de laatste minuut tegen Albanië, kijk allemaal maar eens terug. Klein foutje. Ja. Je hebt ook weer een fantastische t-shirt aan. Luc Nilis en zo'n typische carnaval fanshirts. Ja, ik dacht Nederland speelt vandaag, dus doe ik een fan t-shirt aan van de beste speler die ooit in Nederland heeft gespeeld. mag ik mijn vader een gelukkige verjaardag wensen? Ja. Ja? Gelukkige verjaardag, papa. Vandaag weer twee hele leuke gasten. De ene was ooit de doelman van Anderlecht, de andere ooit een woordvoerder van Anderlecht. Welkom Frank Boeks en Karel Dirkses. It's Virgil van Dijk. Yo, lo, lo, lo. Is hij binnen? Godverdomme. Ja! Fuck Holland! Zot verdiend. Boom. Wega! Ik zei het toch. Altijd brengen. Fout! Burnley legend! Maar dat is toch simpel? Dat is toch echt een toernooispits? Ik wou wel toernooispits. Dag allemaal. Doei! Dat is altijd. Dat is hier mijn bodyshot en al. Probleem is. Lekker. Oh, lekker. Goed. Anderlecht legend. Hey, Anderlecht. Gaat het duur worden. Hij gaat het duur betalen. Nico verwacht wel door de opinie. Hebben jullie dit EK al veel matchen kunnen volgen? Ik heb nog geen match gemist eigenlijk, dus ik heb ze allemaal gezien. Oké. Okay. Ik weet niet dat ik het ga volhouden, dat weet ik wel niet, maar ik heb ze tot nu toe allemaal gezien. Wel. Ik heb ze allemaal gezien, maar ze zijn af en toe wat gepasseerd. Vergeten al? Ja, zodat je niet... Dat nog altijd moet komen. Ik verwacht veel van morgen. Vanaf morgen zit ik erin, denk ik. Dat snap ik. Frank, Liverpool-fan? Ook fan van Engeland? Of? Nee, ze hebben mij niet kunnen bekoren vandaag. Ik had het gevoel dat er zo wat spelers niet op hun positie speelden. Bellingham, die zich misschien een beetje te veel wil bewijzen, wel winning goal maakt. Maar ik had het gevoel dat er te veel naar hem gekeken wordt op een of andere manier. Kane die in de eerste helft één baltoets heeft. Ja, je verwacht meer van Engeland, meer controle over het spel. En dat had ik vandaag niet genoeg. En ik had dat wel voor het toernooi, had ik ze altijd bij de favorieten gezet. Maar ik heb nu toch al betere ploegen gezien de voorbije dagen. Straks zeker meer erover, maar ik wou nog even hebben over... Jij zat 2 maanden geleden in 54 graden in Namibië. Waarom? Waarom, ja? Ja, omdat ze mij gevraagd hadden om mee te doen aan het programma. Dat in de woestijn was. Dus, het lijkt trouwens gewoon een Google stokfoto, maar dat zet jij wel effectief. Het zijn mijn ogen en een kevier er rond. Maar ik heb dat niet aangedaan daar. Dus voor de foto heb ik dat wel gedaan, maar ik vond dat toch iets te... 54 graden, dat lijkt mij... Allee, dat bestaat niet plezant. Ja, 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 56 is denk ik het hoogste dat we gemeten hebben. En dat is... Ja, stilstaan is zweten. Dus je moet het constant drinken en je moet constant... En je doet dat dan ook met een kar achter u door de woestijn. Dus dat is niet... Typisch een keeper, hè? Stilstaan is zweten. Ja, ze wilden het toch doen als ze sportmannen zijn. Leuzweet is erop gereden. Ja. Maar en dan moeten we wandelen in de woestijn. Ja, ik denk dat we iets gedaan hebben van 200 kilometer. Op, 200 kilometer op in 50 dagen. En, ja, dus de expeditie, seizoen 2. En dat was eerst, het seizoen 1 was in de kou. En nu was het extreme hitte. En dat komt, denk ik, december of januari. Ja. Zonnecrème? Ja, verplicht altijd. Ja. En wie is er vroeger naar huis gegaan dit keer? Ginny Bales. die is nog eens. Het was niet evident, maar het was wel een leuke ervaring. Maar 2 maanden geleden was play-offs. Heb je het voetbal dan niet gemist? Ik heb 2 speeldagen niet gezien. Ja. En dat was onder andere, denk ik, Anderlecht Antwerp. En Omar Souidi was ook mee. En dat is een... een zotte Antwerp supporter. En ik heb dan een voorliefde voor Anderlecht. En we wisten alle twee gewoon niet wat ze gedaan hadden. Dus pas als we thuis kwamen, wisten we dan dat het... Weinig wifi in de woestijn. 13 dagen geen contact. En dat was eigenlijk misschien wel het meest leuke aan heel die ervaring, is dat je echt wel merkt dat je heel hard op elkaar zit aangewezen en dat je
over alles babbelt, al is het maar om een tijd te doden. En wat je nu doet, automatisch, iedereen denk ik, tijd doden is op je scherm kijken en ja, alles is zo dichtbij en daar heb je dat dan niet. En dan... Heb je dingen gezegd in totale uitputting waar je nu al spijt van hebt? Of die je misschien niet meer weet. Oh, wel, ik maak er iets gewoon van. Nee, ik denk het niet, maar het is wel zo dat je vergeet dat je ja, altijd audio en altijd gefilmd wordt. Dus ik denk dat ze dat is gevaarlijk. Daar, ja, dat je daar wel een compilatie van kunt maken van alle acht die dingen zeggen, waar je dan achteraf zegt, oh, wat zeg ik daar? Of, maar... Ja, dat is het programma natuurlijk. Ja, mist je het om voor een voetbalclub te werken? Want ik heb gelezen, Anderlecht zoekt een nieuwe assistent. Meerdere, denk ik. Zelfs als ik Brian Riemer mag geloven, denk ik dat ze toch wel weten dat ze daar ja, zich willen versterken. Maar hebben ze al gebeld? Want je hebt nog wel korte lijnen, denk ik, bij Anderlecht. Hè? Ik heb een heel goed contact met Brian, sowieso. Ik heb regelmatig met hem gaan eten, gewoon ook om over voetbal een beetje te... Ja, te mijmeren en te lullen, ging ik zeggen. Maar ja, dat mag hier. Hè. Dus ja, ik heb er wel een goede band mee. En ik kom ook nog wel geregeld op Anderlecht als ik tijd heb. En ik heb dat nu wel redelijk veel, dus kom er nog wel eens. Ze hebben geen primeur, geen primeur voor ons. Ze hebben mij nog altijd geen contractvoorstel gedaan. Dus ja, en je weet in het voetbalbeloftes. Hè, als voorzitter moeten we dat weten. Hè. Hoeveel, dat heb geld, hoeveel heb je geld beloofd dat je niet bent nagekomen in één seizoen? Daar ga ik het niet over hebben. Karel, ook welkom. Dank u. De vorige keer hebben we naar Qatar gestuurd. We hebben daar heel leuke beelden van. Nog maar. Klaar voor de wedstrijd? English. Oh, you're not from Holland? No, no, English. Hollanders in Qatar. Dat is geen ene Hollander bij, alleen maar Engelsmannen. Oh, dat was plezant. Met een boot. De pijlenmannen. Kameeltje gezien. Ah, ja, ja. Het was de reis van uw leven. Echt een droomreis, dit, ja. Jongen. Wauw. Dat was Onana gezien. Toen nog geblesseerd, geschorst. Marokkanen goed. Ah, oh, de glijbanen. Oh. En nu is ons budget op. Ja, zeg. Qatar kon, Duitsland is te duur. Ik dacht, ik ga naar Duitsland dit jaar, maar er was geen geld. Maar nee, sorry, ja. Nee. Als ik de beelden nu zie van Duitsland van voor de match en na de match en zo, meer sfeer dan in Qatar, wel, hè? Maar dat kan ook niet. Allee, kan ook niet anders. Sam, in Qatar was er geen sfeer, dan kan het niet anders dan beter gaan. Hè. Nee, maar dat begin... Ja, Holland tegen Amerika toen, geen enkele Hollander. Hè. Alleen maar Indonesiërs, Filipijnen, wat ligt dan nog allemaal met shirtjes van Holland die ze zo hadden uitgedeeld om dan te doen wat ze voor Holland supporteren. Ik denk dat je 3 of 4 hebt gezien of zo tussen al die mannen. Zijn er wel echt zo naartoe gegaan in de hoop van ik ga hier een interview doen? Of was dat... Ja, en elke man gewoon vragen van... Ja, dit is de best of, hè. Wat enorm veel beeldmateriaal. Nee, maar dat was echt... Ja, dat was iets super speciaals. Dat was echt fantastisch eigenlijk. Ja. Maar ja, nee, dus Duitsland niet. Okay. Had je geen budget gevonden ondertussen? We zullen zien. We zullen zien voorlopig. We zullen zien. Dat is morgen, hè? Ja, ik weet het. Ja, de eerste match. Ja, ja. We zullen zien. Leroy, voor u ook een nieuwe rol dit jaar? Ja, mag ik het een promotie noemen? Jij loopt naakt door het beeld tijdens Mondial en plots zet je de sidekick. Het is best pijnlijk dat je van geen budget naar mij komt. ik weet ook niet of je mij hebt laten goedkeuren door play of niet. Gelukkig zitten we live en kunnen ze mij nu niet meer weghalen. Als ik ooit in uw stoel of in die van Evert wil belanden, weet ik op welke weg ik moet voortborduren. Hè. Ja, jaag vooral geen kijkers weg, zou ik zeggen. Maar de voetbalfans kennen u natuurlijk van Kick & Rush, de Klopt. Premier League podcast. Maar ook als uitvinder van het beste scheldwoord van Vlaanderen. En Mopay is echt zo'n een boze hondenlul. Potentiële hondenlul's van de week. Van hondenlul's. De hondenlul. 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 Oh, een hondenlul. Hondenlul's. Hondenlul's. Hondenlul. Hondenlul. Een hondenlul. Ja, hondenlul. Een hondenlul. Hondenlul moet u niet. Hondenlul's. Een hondenlulletje. Ik zou de grootste hondenlul ter wereld zijn. Ik zou daar staan. Hondenlul. Wat is een hondenlul? Wel, eigenlijk, ik vond het een leuk idee om hier te beginnen met mijn scheldwoord hondenlul. Maar toen zag ik gisteren een BBR-introductie en die werd met een variëteit aan scheldwoorden geïntroduceerd. Nu lijk ik zo'n pussy die maar één woord kent. Maar ik vind hondenlul het perfecte scheldwoord. Waarom? Omdat je heel veel energie in die H kunt steken. Heel veel wagi. Hondenlul. Je kunt dat echt van die brengen. Het slechte nieuws is... Hondenlul heeft officiële Wikipedia-pagina. Ik sta daar niet op als uitvinder van het woord. Uitvinder van het woord is volgens dit artikel Feyenoord-voetballer Piet Romein. Maar
Die heeft zichzelf verdedigd en hij heeft verklaard dat hij niet hondenlul, maar onbenul riep naar de scheidsrechter. Dus strikt genomen kan ik nog altijd als uitvinder van het woord hondenlul op Wikipedia komen. Ik zou zeggen, fans, doe je ding, alsjeblieft. En wat is een voorbeeld van een hondenlul? Ja, het is heel moeilijk te definiëren. Ik ben blij. We hebben met Frank naar de matchen gekeken vandaag. Frank is een hondenlul. Nee. Ik ben blij dat Frank hier zit. Want... Ja, dat is een voorbeeld van jullie aangereikt. Nee, Frank verstond... Ik kan me nu wel zo gedragen, hè. Ja, dat weet, hè. Frank verstond heel goed het woord is eigenlijk, het is een beetje een combinatie tussen een klootzak zijn en u daar ook naar gedragen. Ik denk Pickford, ik kan het beter met voorbeelden uitleggen. Pickford is de absolute hondenlul op de planeet. Voorbeeld van, je hebt een bepaald niveau aan talent nodig, Pickford heeft dat, maar hij koppelt dat inderdaad ook aan idioot gedrag. Ik denk aan een fase die we daarnet gezien hebben, zijn verdediging zet het perfect toe. De Serviërs moeten van op 40 meter schieten en toch doet hij Pickford alsof dat iedereen voor hem niet weet wat verdedigen is. Neil Maupay is ook een goed voorbeeld, die met zijn dartspeeltjes een Madison aan het uitlagen is, terwijl dat hem zelf misschien 3 goals gemaakt heeft dit seizoen. En Martinez, Emiliano Martinez, is denk ik ook een uitstekend voorbeeld. Je hebt er wel eentje nodig om Europees kampioen te worden in je ploeg, toch? Het kan wel helpen. Ja, ik denk dat Chiellini kwam daar misschien wel voor in aanmerking. Zeker. Ja, zeker. Zeker in de finale. Materazzi. Materazzi is echt een droomhondelul. Dat is echt top. Maar Chiellini ook, die fase met Saka dat hem daar aan zijn nek pakt. Het moment dat hem Jordi Alba opheft. Ja, dat is echt... Klas Evert, je snapt het na al die jaren met mij samenwerken. Heb je al iets voor ons? Ja, ik heb iets voor u. Wacht, ik ga het hier even openzetten. Ik heb het verontrustende nieuws gelezen, 2-3 dagen geleden, dat de Engelse, de wedstrijd Engeland-Servië, de enige wedstrijd zou zijn op het toernooi waar dat er minder alcohol in het bier zou zijn tijdens de wedstrijd. Blijkt effectief dat er enkel low-alcohol bier te koop was in het stadion en dat je bovendien maar 2 pintjes per keer mocht gaan halen. Het ging zelfs... Maar dan moet je gewoon keiveel aanschaven. Gewoon langere rijden. Maar dat kan toch niet? Maar nog beter, de Duitse politie heeft aangeraden... wiet is vrij recentelijk half gelegaliseerd of zo in Duitsland. Ze hebben aangeraden aan de fans om cannabis te gebruiken in plaats van alcohol. Wat is het gevolg van al die maatregelen? Wat doet een Brit die weet dat hem minder alcohol gaat geserveerd worden? Gewoon vroeger beginnen drinken op café natuurlijk. Met als gevolg, ja, helaas, voor het eerst hebben we wat verdrietig nieuws. Wat sommige nieuws. In Qatar hebben we dat niet gezien, denk ik. Die kan ook gewoon uitgegleden zijn. Gecensureerd werd waarschijnlijk. Waarschijnlijk heb je dus achter de muren die ze gebouwd hadden wel. Maar er waren dus stevige vechtpartijen, helaas. Het is nog een beetje onduidelijk wie dat er precies tussen zit. Het zouden Albanezen zijn, het zouden Serviërs zijn, het zouden Engelsen zijn. Een groot geopolitiek spel. Niemand weet precies hoe de vork in de steel zit. Ja. Maar voilà, dat is het belangrijkste vandaar. Maar gelukkig zijn er ook nog altijd leuke Engelsen. Evert, ik heb de perfecte uitdaging voor u tijdens dit toernooi. Ja? Ik heb de lelijkste haircut. Wat is dat, man? St. George's Cross. Dus een kruis uitscheren en dan rood spuiten. Ja, verschrikkelijk lelijk. Ik kan het zelf niet doen. Je moet er een beetje haargroei nog voor hebben. Maar ik heb daar een verhaal over, Leroy. Ik heb ooit Nana Azare, u wel bekend, zijn naam in mijn haar geschoren. Dus CR7 ook, hè? Ik heb dat al CR7 ook. Dat was vlak voor de zomer en ik ben op die Azare zwaar verbrand geraakt, omdat dat mijn schedel was. Oké, je gelooft waarschijnlijk niet in Engeland. Is het al te vroeg voor een weddenschap? Mag ik dat vragen van u? Ik ga erover nadenken, maar ik denk na vandaag dat ze het niet gaan winnen, dus ik ben safe. Ja, dat is ideaal, hè. Oké, en dan nog eentje om het af te leren. Engeland natuurlijk gekend voor zijn roundabouts. Overal ook datzelfde kruis wordt overal op de ronde punten geschilderd. De Engelsen... Ze weten, ze hebben 2 gezichten, maar ze zijn ermee bezig. Gaan we nog iets over voetbal babbelen? Of? Ik heb alleen nog enkel een beeldje van supporters van 2 Engelse ploegen, die ook heel zat waren. Jongens, dat verdient wat uitleg. Dat is een Oscar waard, dit. Was dat de eerste keer of was het op de boot ook al een keer? Ik denk dat de beste keer was. Ja, dat was gewoon de beste. Ik weet het niet. Dat was degene waar ik het minste van herinner in ieder geval. Die was met Sint-Bernardus, weet ik. Maar wij kennen elkaar dus. We hebben een gemeenschappelijke vriend, familie. Wat doen wij hier nog? Blijkbaar hebben wij op feestjes. Ja, gewoon. We hebben gemeenschappelijke interesses en we hebben elkaar gevonden. Het komt er gewoon op neer dat als je met Leroy zijn vrienden op stap gaat, worden nogal onder druk gezet.
Voilà. Om, nee, maar ik was ook ik was zat genoeg om het te doen. Om bodyshots te drinken. En Leroy is dan het ideale slachtoffer om... Oh, slachtoffer? Diepe ja. navel. Hij heeft een diepe navel. Ja, inderdaad. Dus ja, dan is het gebeurd. En dat was na een... Het was trouwfeest van mijn schoonbroer. Okay. En de vrijgezellen daarvoor, en zo ken ik het woord hondenlul ook, als je in Kortrijk een boottrip doet en dat Leroy naar alle mensen op de kade KVK hondenlul roept, en je moet dan nog, nog afstappen, zo heb ik Leroy leren kennen. Okay, voor de mensen die alleen luisteren, het is zeker de moeite om dit niet te herbekijken. Ja. Onze baas had ook gezegd, sneller over de matchen beginnen. Dit is ons antwoord. Ja. Nee, goed, wat vonden we van de Engelsen? Ik vond ze... Het valt stil. Ja, het valt ineens stil. Letterlijk, denk ik. De Engelsen vielen ook letterlijk stil tijdens de wedstrijd. Bij het begin dacht ik, oké, ja, die opstelling ziet er nog degelijk uit. Ja? Ja, allee, je blijft naar Rice Bellingham, je blijft enorm veel verwachten. Maar ik vond de tweede helft zeker, vallen ze helemaal stil en een paar spelers zijn gewoon niet aan de bal gekomen. Waaronder Kane en Foden. Lijkt me vrij belangrijk om die wel aan de bal te krijgen. Ik vond het een beetje raar dat Trippier, oké, Shaw is geblesseerd, maar dat Trippier op links gaat spelen... die je dan toch moet hebben van die overlaps. En dan heb ik, als je dan toch moet kiezen, liever Walker op links, die iets verdedigender is. En dan heb je natuurlijk Foden, die vaak naar binnen komt, en Trippier die erover moet gaan. Saka is meer de winger die aan de buitenkant blijft, dus daar snap ik het. Maar draait die twee dan ook om? Laat Foden op rechts spelen en Saka de acties maken op links, en het probleem is opgelost. Maar... Kane die niet in spel kwam, oké, heeft dan wel een hele grote kans in de tweede helft, mijn goede redding. Maar terwijl op papier, die voorste vier, dat is wow. Voetbalporno. Wauw, dat is echt lekker, ja. Maar ze hebben er te veel goeie. Je weet zo niet goed wie dat is. Dat is raar. Ja. In alle voorbeschouwingen van Engeland wisten ze nooit goed wie dat er zou gaan spelen. Dat Foden zou spelen, normaal wel, in Bellingham, maar dan... Volgens mij gaat een druk rap komen van als Palmer er nog in kan komen. Of wie hebben ze nog allemaal op die flanken lopen? In de verdediging was het GI, dat is juist. Ja. We hebben geen Maguire en dan op middenveld ineens Trent Alexander-Arnold. Maar het is toch best straf dat ze inderdaad met Trippier op linksachter moeten spelen. Want ik heb hier een selectie bij. Eigenlijk spelers die niet opgeroepen zijn. Een elftal, even gewoon om te zien van wie had van pas gekomen. Nick Pope, doelman van Newcastle, zit thuis. Chilwell van Chelsea, linksachter zit thuis. Ja, iets natuurlijker linksachter dan Trippier. Kunnen ze gebruiken, hè? Maguire zit thuis met een blessure. Ben White, die had geen goesting om mee te gaan. Die wil niet voor Engeland spelen. Die heeft toffere dingen te doen in de zomer. Reece James, ja, is natuurlijk niet zo fit geweest dit seizoen. Henderson bij Ajax, niet overtuigd, denk ik, Sam. Nee, niet echt. Mount, ja, ook bij maar kort, hè. Mount, vorige keer nog aan de aftrap in de EK-finale. Ja, nu geblesseerd een gans seizoen bij United. Madison, een van de laatste afvallers. Grealish, denk ik de opvallendste afvaller last minute. Dan Sancho, die zichzelf al teruggevonden heeft bij Dortmund. Ja, en Rashford, die ook een beetje het spoor bijster is. Maar ik weet niet of daar echt iets tussen zit dat het verschil zou maken. Ik denk het enige, als je inderdaad dan met Trippier op links zit, denk ik, het is toch schrijnend dat die Premier League... Maar Shaw is mee en die is geblesseerd gewoon. Hè? Ja, maar, en blijkbaar volgens Ten Hag zou die maar... Want Ten Hag staat op de Nederlandse tv, denk ik, voor United te bespreken. Klopt. Zou die maar... als United manager om Engeland te bespreken... en blijkbaar zou die maar heel laat fit zijn, Shaw. Dus, klopt. Knock-out fase mag je pas spelen van Ten Hag. Lijkt me nu al duidelijk dat als je Bellingham zo wilt laten shinen, hè, want alles draait rond hem, dat je met Trent Alexander-Arnold volgens mij echt niet genoeg hebt daarachter, ondanks maar, dat je natuurlijk Rijs... Ik vond die in de eerste helft niet zo slecht als dat jij dat vond. De balvastheid vind ik niet. Toch een paar ballen naar voren zien kletsen. De handelingssnelheid die hij daar niet heeft, ook gevaarlijk balverlies geleden in de eerste helft. Allee, als je nu het middenveld van de Duitsers pakt dat we gezien hebben met Gundogan, Kroos en Andrich van Leverkusen, dat zijn drie zuivere mid-middens. Daar staan die toch al sterker. Ik denk dat je ook wel Schotland niet kunt vergelijken met het Serbië. Maar ik kijk puur naar de natuurlijke positie van die spelers. Heb je daar een probleem bij Engeland, denk ik. Ja, ik denk dat ze het gewoon kunnen oplossen door die een driehoek om te draaien. Door een Rice als enige controlerende en dan twee aanvallende Foden aan de binnenkant. Wat ze dan in het spel wil doen, maar dan moet je zo starten. Je hebt maar 1-6, moet je maar 1-6 spelen in plaats van een tweede gaan te creëren. Ja. Het is wel straf dat die in Bellingham weer scoort, hè. Toch? Ja. Niet dat saai te worden. Je weet dat hij een goal gaat maken. De perfecte looplijn. Hij is ook de enige nog die er ergens in gelooft dat die bal onderweg kan vertragen. En hij zet dan nog een extra loopactie in als hij ziet dat het gebeurt. Dat is toch een soort gevoel dat je hebt. Ja, eigenlijk is het een spits, hè, op dit moment. Hij was wel overal. Hè. Het viel toch echt op. Ja. Ik vond het een beetje tummel moment. Ja, ik vond het ook. Eerder
Ja, het is toch niet alleen zijn team. Hè? Er zijn andere sterren ook. Ik zou wel als andere ster zo teken doen, hè, van wow. Foden. Overal, bij Real, overal de bal vragen, overal... Ja. Bij Real deed hij dat ook op een gegeven moment, hè? Maar hij kon het wel. Hij maakte een 13 goal in 13 matchen. Dat was waanzinnig. Ja, voor Foden moet inderdaad raar zijn om het 100% afspraakvoetbal van Pep Guardiola ineens iemand die een beetje begint te freewheelen en uit positie loopt. Dat moet voor Foden inderdaad een beetje raar zijn. Maar oké, hij moet beter spelen zelf ook, voordat hij tegen iemand anders kan zeggen die de winning goal maakt. Ja, als hij dat niet kan, dan is het gewoon geen goede voetballer, hè, Frank. Als hij alleen maar kan shotten, als een trainer zegt waar je exact moet lopen, wanneer... Ja, maar, het heeft toch, als je het spel wilt versnellen en je kunt tussen de linies, dan heb je ook iemand anders nodig die ook tussen de linies zit. En als je daar iemand mist, ja, dan kun je niet versnellen. Of dan moet je gaan terugspelen en dan kom je niet in je sterkste. Maar dat zal je dan toch bespreken met Southgate op een of andere manier? Ja, dat hoop ik wel, dat ze daar naar gaan kijken. Dat denk ik dan wel, dat Southgate en Foden, die zal ook wel zeggen van coach, ik voelde me niet goed daardoor of daardoor. Was Foden de grootste teleurstelling, individueel dan? Ja, ik vind dat wel. Ik vind dat een van, op dit seizoen misschien bij de 5 beste spelers van de wereld. Ja. Ik weet niet wie van de twee u kan Europees kampioen maken. Dan zou ik nog altijd denken dat een 100% fantastische Foden belangrijker kan zijn voor die ploeg dan Bellingham. Want eigenlijk scorend vermogen hebben ze met Kane. Ondanks dat Bellingham een fantastische voetballer is. Welke wingers hebben ze nog mee in de selectie? Palmer, Bowen, Eze. Bowen valt goed in, hè? Bowen valt goed in. Ja. Dus Bowen op de flank Gordon zetten. En ja, gewoon wat meer lopende mensen, hè, er rond eventueel. Maar, ja. Maar dan moet de Foden op 10 zetten en daar staat Bellingham. Ja, maar je kunt bij 1-6 spelen en dan moet Alexander Arnold eruit. Ja. Die niet op zijn positie speelt. Nee, goed, het was ook hun eerste match en hun moeilijkste match. Hè. Ja, klopt. Dat Servië is toch... was goed. Want wat vonden jullie van Servië? Ik vond zeker hoe dat ze uit de kleedkamer kwamen. Echt goed. Ja. Ze deden een tactische wissel. Goedelje er ook uit, die niet in zijn match had. Liet Bellingham ook wel lopen bij de goal. Het pakt een kaartje. Misschien toch tempo te hoog voor hem. En ze vervangen die door Ilić. En Milinkovic-Savic ging veel hoger staan, druk zetten op Rice. En ze kwamen in hun spel. En ja, ze waren goed, 2,5. Die zieke ploeg. Bij die goal, dat was wel redelijk schandalig. Hè? Ja. Als je ene niet zo mocht laten lopen, op dat niveau is het wel Bellingham. En hij doet het wel. Ja, dat is een typische vijfmansdefensie-goal. Zo, als je met 5 speelt, dan denk je, want er zijn er genoeg in het centrum om die op te vangen. Dus ik ga hem niet volgen, want die cutbackbal die moet ik dan verdedigen, want ik heb er dan maar dikwijls 2. Naar de red zone. De red zone, ja. De 45 of de weet ik veel wat. Ja, ja. De termen, dat zit er. Is dit hier een open sollicitatie voor T2? Ja. Nee. Van Dierenbos. Geef hem alstublieft zo'n iPad en we zijn vertrokken. Dat is ook wel erg. Een typische vijfmansverdediging. Dus je zet een extra verdediger en dan krijg je een typische goal tegen, omdat de verdediger te veel is. Ja, nee, omdat middenvelders dan denken... In de analyse van de analyse is deze heel raar, Frank. Ik zeg het omdat je dikwijls als de twee verdedigende middenvelders gaan dan denken, hij wordt wel opgevangen. Hij gaat altijd een libero eigenlijk, een vrije man. Ja, en dan denkt hij van oké, ik ga hier gewoon blijven in mijn positie. Ja. En dan pakt hij geen man op. En in de 16 moet hij altijd de man oppakken. Dus eigenlijk beter met 1 verdediger spelen, want dan is hij altijd heel attent. De keeper gewoon. Ja. Nee, maar ik was ook heel blij om te zien, ze starten met Mitrovic-Vlahovic. Daar word ik wel blij van. Oh ja, ik word ook blij van Mitrovic. 2 spitsen systeem, 2 beukers. Ik was ook grote fan van Alois Nong, Bjorn Vlemings. Rare vergelijking. Maar ik hou van 2 spitsen systeem. Ik zag het ook bij de Denen. Maar Mitrovic-Vlahovic, daar kunnen letterlijk mee naar de oorlog. En dat viel echt tegen in die eerste helft. Er kwamen geen centers waar zij dan moeten... Raar, ja. En die kwamen niet in de 20. Hij had toch één keer goede goal getrapt, hè, Mitrovic. Maar, ja. En misten jullie Tadic niet aan de aftrap? Maar waar zet hem in die ploeg? Want ze spelen met 2 wingbacks en dat kan hij niet meer belopen. Nee. En dan, ja, achter de 2? Ja, misschien, ja. Tegen een mindere tegenstander. Misschien. Ja. Maar die Mitrovic, die was topschutter in Saudi-Arabië nog altijd. Hè? Ja. Heb jij er nog mee gespeeld, Frank? Nee. Milinkovic-Savic zit daar, Mitrovic zit daar, Ik hoop gewoon dat hij nog zo is. Zijn tong tussen zijn vingers steekt. Klassiek Mitrovic. Ik moet jullie even uitleg achteraf dat hij zijn tong afknipt en niks anders bedoelt. Ik moet jullie onderbreken, want het is tijd voor een onderbreking. Tot zo. Die heeft zich daar gebaseerd bij de opwarming. Die heeft zijn kruisband gescheurd in de opwarming. Goed terug, what the fuck? Oh, ja, dat gaat niet goed zijn, zeg. Die verstapt zich of zo. Oh, die is toen stak gewoon stil. Dat zou niet goed zijn. Nee, zonder contact. Dat is echt zo dat ik hem scheurt. Ja, we kunnen ermee lachen, maar toch een zeer bizar beeld. Ja, en op een herhaling van een fout op de achtergrond.
Ja, het gaat over Skoras van Polen die tijdens de opwarming in de achtergrond in beeld is en plots naar zijn knie grijpt. En ik heb de Poolse media niet verder gevolgd, dus ik hoop dat het niet te ernstig is met hem. Maar het zag er, omdat we het zo ineens in een flits zagen in de achtergrond, moesten we er even heel hard om lachen. Ja, maar... Wij zien er heel slecht uit op die video, ja. Maar zoals een wijs man ooit zei, je vergeet dat je gefilmd en gevolgd wordt. Op het eerste moment zie je enkel die benen en dat ziet er grappig uit. Maar plots zie je ook dat daar een persoon achter zit. En dan blijkt dat Jenne van Brugge te zijn. En dan zijn we wat bang om ermee te lachen omdat Jenne van Brugge is. En ja, we zien er nu wel slecht uit in dat filmpje. Maar ik hoop vooral dat het meevalt. En het was gewoon heel grappig omdat we het op een herhaling zagen. En ja, je zit bezig met die op de grond ligt. Maar ja. Hopelijk valt het mee voor Skoras. Wat vonden we van Nederland? Ja, veel gebrei, weinig efficiëntie? Nee, ja, wel veel kansen gecreëerd. Dus dat is sowieso positief. Dat is juist. En ze hebben eigenlijk wel veel aanvallende opties. Hè, want ze brachten en nog Malen en nog Weghorst. En allez, ze kunnen verschillende spelsystemen aan. Ik vond ze op zich leuk voetballen. Ze hebben Frimpong nog. Ze moeten ook harde keuzes durven maken, denk ik. Zo raar dat hij zo laat inviel, vond ik Frimpong. Ja, dat is omdat ze eigenlijk op rechtsbak... De max bij Leverkusen. Op rechtsbak hebben ze er twee heel goeie. Ja, en één meer aanvallende keuze en één bravere keuze voor in het begin van het toernooi, denk ik dan. Maar als je moet gaan aanvallen, dan zal dat toch een rappe wissel zijn. Ja. Maar als je ziet hoe dicht dat Polen nog bij punt of punten kwam... Dat is eigenlijk niet goed, want de eerste helft was Nederland echt wel dominant. Veel kansen gecreëerd. Maar dat konden we ook zeggen van Servië, hè? Eigenlijk, ja. Op het einde. Ja, maar ik vond Polen nog nadrukkelijker in de match zitten. Maar wel, ik vond het wel straf, Aké, De Vrij, Van Dijk. Dat is ook wel indrukwekkend. Dus echt wel op alle linies een goeie. Indrukwekkende stat van Wout Weghorst. Op grote toernooien, 8 schoten op doel, 4 doelpunten. Ja, dat is crazy eigenlijk, hè, Woutje. Dat was waanzinnig, dat was gewoon... Tegen Argentinië revisited, die komt in en maakt de goal. Ja, twee deze minuten. Zijn eerste balcontact, denk ik, hè, in de match. Invallen en eerste contact scoren. Het is zijn zevende goal voor Nederland als invaller. Daarmee is hij meteen de derde. Wie kan de twee anderen raden? Als invaller? Dus als invaller. Dus je moet niet de top pakken, maar... De andere twee die 7 goal hebben gemaakt als invaller. Nee, dus die meer dan 7 goal voor Nederland hebben gemaakt als invaller. Huntelaar is er 1, 8. Roy Makaay. Luc Dion. Oh, dat is een goeie. Jan van Hooijdonk. Wauw. Pierre. Ja, het waren goede tips in welke categorie dat we moesten zoeken eigenlijk. Nee. Ja, maar ook hij maakt zichzelf vrij in die fase. Dus het is toch ook ergens wel een gevoel. Want ik ben op zich geen grote fan van de spits Wout Weghorst. Maar... De bal was ook niet naar hem bedoeld, denk ik. Hè? Wijnaldum doet een loopactie, hij wijkt een beetje af. Maar hij doet eigenlijk een kleine vooractie, waardoor dat wel dat gat komt. En daar duikt hij perfect in natuurlijk. Veel afgeweken ballen al trouwens, dit toernooi. Het is misschien een trend, wie weet. Wie niet waagt, niet wint. Maar ik was wel teleurgesteld... Xavi Simons, dat is een gast, gevolgd die vanaf zijn 5 jaar. Hè, want letterlijk, ja. Ja, maar je bent daarmee opgegroeid. Op zijn 5,5 had hij een miljoen Instagram-volgers. Van Barça, PSG, doorgebroken bij PSV. Allee, je kijkt daar naar uit. En die vond ik eigenlijk de minste vandaag, van al die aantrekkelijke profielen. Hij is te veel bezig met zijn kapsel, denk ik. Memphis heeft de harde invloed op dat kapsel ook. Xavi, dat moet toch spannen op je kop? Al die kleine vlechtjes. Denk dat toch. Ze kunnen er wel moeilijk aan trekken. Dat is waar. Alhoewel, ja. Fijn. Wat vonden jullie van het middenveld van Oranje? Schouten, Veerman, Reinders? Ja, met alles wat ze aan Veerman hebben gehangen, vond ik het te weinig. Ja. Ja. Alle drie samen 24 interlands voor deze match. Ik vond het wel balvast voor de namen, hè, maar de namen, om het zo te zeggen, vond ik ze wel redelijk balvast. En vond ik wel dat het goed van links naar rechts ging en dat er wel genoeg controle was. Ik denk dat het eerste kwartier in de tweede helft was echt indrukwekkend. De manier waarop dat... de counterpress, ik ga niet te veel termen smijten, maar elke keer dat ze de balverlies hadden, waren zij de drie die direct dat druk zetten, heel goed regelden en ze hadden de bal constant terug. En dan hadden ze echt wel een periode op zoek naar die 2-1, waren ze echt wel goed. Ja, ik denk, als wij dat zouden, als dat onze match zou zijn met de Duivels, zouden wij tevreden zijn, hè? Toch? Ja, ja, misschien zeker. Wel. Ja. Met die kansen denken we... Want je denkt nu naar Nederland en je van... Ze hadden 4-5 keer kunnen scoren, het is niet overdreven. Hè? Nee. Had je kunnen, hè? Dus omdat jullie zijn allemaal slechte match, maar... Nee, ik vond het een leuke match om naar te kijken, maar ik denk... Ja, wil je dat verkeerd verstaan? Ja, Holland bracht zichzelf in de problemen. Vond ik. Ze toonden toch een zwakte, ergens? Ja, maar ja... Verbruggen heeft een goede wedstrijd gekipt, maar ook niet om te zeggen dat hij ballen heeft moeten pakken die... Allee, Frank, op het einde, dat waren toch... Ja, er waren er veel, maar het waren er niet. Het zijn er geen die bij Verbruggen binnen mogen.
Geen enkele waar ik van zeg van, oh wauw, dat was nu zo'n wereldredding. Dat was op de afspraak, heeft zijn werk goed gedaan. Heeft veel werk gehad, hij is in dat toernooi goed ingekomen en kan er nog in groeien. Maar niet om te zeggen, amai, wat een redding heeft hij nu gedaan. Maar dat had ik niet. Ook met spelers als Gakpo en Depay en zo, zou ik toch mannen als Frimpong en misschien zelfs links Maatsen of Van de Ven opstellen. Snelle diepgang zonder bal. Je hebt de snelste speler van de Bundesliga en de snelste speler van de Premier League gemeten, zo gezegd, met Van de Ven en Frimpong. En die zitten alle twee nog op de bank. Ja, dan heb je wel nog troeven die je kunt gaan gebruiken. Ja, dat is waar. Ik ben ook wel fan van Gakpo. Ja. Man van de match ook. Ik ook. Ja, ik vind alleen bij Nederland, je mocht fan zijn van Weghorst of niet, dat begrijp ik. Het is een soort spits waar dat je gebruik van wilt maken als coach of niet. Maar ik vind Depay gewoon geen spits. Dat is hetzelfde als wij zouden starten met Trossard in de spits. Ja, die kunnen dat, want dat zijn goede voetballers. Maar je mist toch zo het killerinstinct. Ik heb er wel een goede meme van klaarstaan van Depay. Er was veel te doen rond zijn hoofdband. Ik vind dat allemaal wat overdreven. Je moet dat niet extra in de picture zetten. Maar kijk, ik heb hier een goede meme klaarstaan op mijn scherm. Ik vind het streng, want ik vond hem niet slecht spelen, Memphis. Maar ik vond hem te goed om hem niet te tonen. Hij is trouwens niet de eerste ooit bij Nederland die met een shiny haarband doet. Ik vind deze foto van Seedorf, wow, is het. Wow. 1996 vind ik kunst. En ik wou die even... Dat is nuttig. Dat is nuttig gebruik. Ja, dat is wel nuttiger dan bij Depay. Maar was er toen ook zoveel om te doen? Want er is in Nederland echt veel om te doen. Het is wel toevallig dat Seedorf is, die zwaar gecontesteerd was bij de nationale ploeg. Hij heeft ook toernooien gemist daardoor. Er was altijd veel te doen, ook over de allure van Seedorf. Het moest ook altijd rond hem draaien. Depay heeft dat wel ook. De hoed, de haarband, de rapsongs. Het moet wel de Memphis Show zijn. Ik vond trouwens wel een cool shirt, maar ik vind dat oranje, als ze in oranje kunnen spelen, moeten ze wel altijd in oranje spelen. Zeker. Alleen al het stadion dat oranje kleurt, dan willen oranje, ons oranje, dat is... Ja. Ik vond ook nog een... Liro, jij wou iets zeggen? Doe maar. Ik vond nog een opvallend feit. Dus de doelpuntenmaker van Polen is de zus van Frank. Buxa. Oké. De man die het meeste aandacht kreeg op social media na de wedstrijd was wel Ronald Koeman. Heeft zich in het illustere rijtje met Yogi Low genesteld. Want hij heeft even grandioos in zijn neus gepeuterd. Ik tel tot zeker 4 centimeter diep in zijn neus. Dat is geschift. De meeste mensen kunnen dat niet. Straffer, daarna, ik heb gehoord dat de catering in de stadions niet top is. Maar dit gaat er toch wat over, Ronald. Ja, na de match zien we hem dan een hand geven aan zijn T2, Erwin Koeman, zijn broer. Die in Erwin Koeman passeert hier dan en gaat met u op de foto. Gelukkig komt alle twee aan diezelfde vuile beker. Ik zit dan naar een matchje kijken, ik heb mijn klopje. Jij komt even van boven aan mijn hoofd met dat vuile hand waarmee je aan die trofee geweest zet. Sam komt toe, geeft mij zijn typische Barthes-Laurent Blanc momentje dat we altijd hebben op het werk. Dus het vieze smaakje dat je had, Sam, dat was, had niets met mijn haar te maken, maar dat is dus rechtstreeks van... Ik vond de mop goed bedacht, maar als ik ze nu uit zo op antenne zie, denk ik... Wow. Gelukkig zijn we niet live. Frank, jij sprak trouwens over een experiment op de VRT. Tijdens de match. Ik kwam binnen, ik was naar een babyborrel gegaan deze voormiddag. En ik kom thuis, letterlijk om 3 uur. Dus ik zet zo snel mogelijk de wedstrijd op. Het was 1 minuut bezig. Ik heb de wedstrijd op en mijn tv gaat aan en die staat eigenlijk altijd de laatste dagen op Sporza, op de Belgische kanalen voor voetbal te kijken. En ik hoorde 2 Nederlanders. Ik dacht, hebben ze nu bij de VRT 2 Nederlanders gezet en dan Nederland speelt? Maar ja, jullie hadden blijkbaar Eddy Dumares, dus mijn tv stond waarschijnlijk gewoon fout. Ja, ik heb me er ook aan geërgerd, 90 minuten, dan die Hollanders dus. Oké, okay, heel duidelijk maken dat ik niet op die babyborrel was. Dus er zijn geen bodyshots geweest. Nog iets te zeggen over Denemarken-Slovenië? De saaiste match tot nu toe, of is dat dan te streng? Ah, ik was wel blij voor Eriksen. Dat is toch een mooi moment. Heel mooi. Exact 1100 dagen na zijn hart. Exact 1100. Exact 1104 dagen. Nee, 1100. Ja, dat is toch waanzinnig? Die man was bijna dood 3 jaar geleden. Op een EK. En nu komt hij in. Allee, die start. Ik vind het mooi dat hij wacht tot op dat moment om te scoren. Eigenlijk. Ja, waarschijnlijk. Dat is niet goed voor zijn hart. Dat is niks in uw notitie. Jawel, Cesco. De man met de bom in de benen. Heeft 2 keer een waanzinnige trap afgeleverd. Vooral die eerste op een heel rare manier geraakt. Die tweede keer tegen de paal, dat die goal bijna in 2 brak. Ja, het is een opvallend figuur. Ik denk, zet hem in een iets beter land,
En dat is echt een wapen in Chesco. We waren wel niet slecht, hè, Slovenië. Dat is mijn dark horse, nu al. Ja, ze zeggen dat je een goede keeper moet hebben en een goede aanvaller om ver te raken in het toernooi. Ja, die hebben ze zeker. En daar hebben ze wel allebei. En Bijol, ja, vanachter heeft me echt... die is me serieus meegevallen. Ze die speelde... Wat, je ziet te lachen. Ja, okay. Bijol? Ja, dus die mensen een naam. Denk je aan het woord Bijol? Nee, dat lijkt op Pujol. Pujol. Ah, Pujol. Ja, ik dacht aan Bijol. En de man die scoorde, Janza, de 1-1 voor Slovenië, hè, want het is een belangrijk punt voor Slovenië, dat historisch punt, die speelt bij Gornik Zabrze. Maar wie is de allerbeste speler van Gornik Zabrze ooit? Slovenen. Is het een Sloven? Slavovic, ja. Nee, een andere. Nastja, Sporting Lokeren is een type. Vonasek, is dat daar? Nee. Vlodek Lubanski, legend van Gornik Zabrze. Die hij bijna om de vijf mits zeker is vermeld. Ja, ik weet dus het, hadden we moeten weten. Ja. Frank, jij bent een grote fan van Vestergaard? Nee, ik heb nu dit jaar elke match gezien van Leicester City in de championship. En die mens is zo traag. Dat is eigenlijk niet meer Premier League waardig, maar ze hebben ze een contract van 3 jaar gegeven. Dus die gaat nu als traagste speler uit de geschiedenis van de Premier League tegen Erling Haaland moeten gaan spelen. Dat gaat nog iets geven. Dat kan gewoon niet meer. En ze speelden dan al met 3, maar op een gegeven moment werd hem er een keer afgelopen. Dat je het zo ziet gebeuren. En daar kunnen ze eigenlijk op dat moment 1-1 of zelfs 2-1, denk ik dat het 1-2 kan worden. En daar pakt Schmeichel hem dan nog redelijk goed in de korte hoek. Maar Schmeichel was de enige Jupiler Pro League Deen aan de aftrap. Ja. Hadden we er niet meer verwacht? De lening is ingevallen. Ze spelen met wingbacks die eigenlijk niet... Zeker Pa op rechts viel tegen van Benfica. Maar door die wingbacks, Frank haalde dat eigenlijk aan tijdens het kijken, kan Scovolsen niet meedoen. Ik zou niet weten waar je moet zetten als tweede spits of dan middenveld. Ik weet het niet. Als tweede spits kun je hem brengen, maar eigenlijk moeten zij het systeem aanpassen. En dat zal misschien voor Draaier iets minder zijn. Die kan nog zo op middenveld spelen. Die heeft wel dat loopvermogen. Ik denk dat voor Scovolsen meer de actie maken is. En dat in dit systeem op de wingback gaan ze hem niet zetten, denk ik. Dat kan Schmeichel. Niet. Kan geen eens Anderlecht kampioen maken. Terwijl Frank Boeks kan dat wel. Daar zijn we over aan het praten eigenlijk. Goed, dit was deel 2. Straks nog een deel 3. Tot zo. Ik pak nooit pillen, Ik vind het grappig dat je ziet van Stokman, joh. Wat een poesie. Ik zet echt een poesie als de pillen. Ik pak het 8 op de dag, als ik kom shotten. Dat zag je er ook aan. Goed, Leroy. Live televisie, dus er is een update binnengekomen van de Wikipedia-pagina van Hondelul. Ja, oprecht. Ik denk dat dit een van de trotse momenten uit mijn leven is. Je hebt daar net live mogen zien dat je... Er is toegevoegd aan de Wikipedia-pagina. Ik heb het hier openstaan. Recent wordt het scheldwoord vooral prominent gebruikt door podcaster, presentator, ook wordt al presentator genoemd, en mid-mid-meister sidekick Leroy Deltour. Doordat de Romein ontkende het woord hondenlul te hebben gebruikt, claimt Deltour de eigenlijke uitvinder van het scheldwoord te zijn. Dankjewel, fans. Luisteraars, wordt echt zot geapprecieerd. Prachtig. Goed, jongens. Morgen beginnen de duivels. Ik heb er superveel zin in. Oeh ja. Ja? Voor mij begint nu pas echt het toernooi. Evert is tegen een toernooi met de Rode Duivels. We hebben nieuws. Vertongen trend mee met de groep, theatrend mee met de groep. Ze zijn volledig fit, maar verwachten jullie ze ook aan de aftrap? Ze zijn volledig fit. Denk ik dat nog altijd wel mijn korreltje zout te nemen valt. Hè? Nee? Het is wat Tabasco zei, dus... Ze trainen mee. Maar ze zitten in de wedstrijdselectie ook morgen, dat al zeker. Ik denk niet dat ze spelen. Nee. Ene? Denk je dat? Wie? Vertongen. Ik denk dat niet. Ik denk dat Jan dat zelf gaat beslissen of dat hem zich fit genoeg voelt of niet om te starten. En ik denk dat hij misschien nog wel wat meer trainingen zal willen om het echt goed te testen. Het maakt omdat het ook niet van moeten is. Ja, morgen. Dus als het een knock-out fase was, dan sowieso. 100%, dan pakte hij het risico. Maar nu denk ik dat het risico te vroeg is. Of 6 dafalgans. Ja, minstens. Het maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Die verdediging. Nee, ik kijk uit naar Doku en De Bruyne en Lukaku. En ik denk... Die verdediging komt wel in orde. Slowakije, zeg. Ja, hoe hoog moeten we die inschatten? Ik ken geen ene Slovaak. Jawel. Nee? Jawel. Skriniar. Ja, Skriniar. Ja. En die van Napoli. De opvolger van Hamsik daar.
Die is een naam dat ik altijd vergeet. Nee, het komt niet. Nee? Nee. Maar ja, ik denk dat je het ook allemaal vergeet. Bobotka. Ja, wordt mij in mijn oor gezegd. Ja, ik denk toch dat je naar die verdediging moet kijken, want Slowakije gaat het spel niet maken. Hè? Dus dat wil zeggen dat je verdediging op de middenlijn gaat moeten staan. Ja, dan moet wel kwaliteit en talent voor hebben. Ja, maar dat is een fase in de bas op de middenlijn gaan staan. Dat snelheid, dus je hebt fase die snel is. Theater is normaal redelijk snel. Ja, Witzel gaat er niet bij zijn. Dus de Kuiper moet spelen, vind ik. De Kuiper denk ik dat wel zal spelen. Die heeft het goed gedaan. En dan denk je Theater fase centraal. Ik denk, ik denk Vaas met waarschijnlijk de Bast. Dat is toch voor zo'n de Bast is dat toch enorm? Hoe snel dat gaat? Ja, dat wel. Maar ja, als je hebt ene snelle en dan hoog spelen, hij kan wel voetballen. Hè? Ja, dat doet hij in Anderlecht ook. Dus ook doordekken op degene die dan in de bal komt. En dan is het dan Vaas om die dekking te geven. En... Die verdediging gaat verrassen, jong. Echt waar. Positief? Ja. Mooi. Okay. Maar het is ook... Ik heb er echt... Een goed gevoel bij. Tedesco heeft daar ook nooit om gelogen dat hij daarom gaat kiezen voor de dubbele zes, toch? Hij heeft dat toch gezegd. Onana, Mangala moeten veel meer blijven. Hè. Onana moet echt met een rekker worden teruggetrokken, omdat hij weet dat die verdediging dat wel kan gebruiken. Hè. Dus... Ook omdat de Kuiper vaak weg is. Aan de andere kant was het Castagne die dan vaak weg is. Ja, dan heb je die twee nodig om je opbouw met vier te kunnen doen. Ja. Wat ik dan wel raar vond in die laatste wedstrijd tegen Luxemburg, om dat dan gaan te doen met Castagne. Als je weet dat je de bal gaat hebben... Castagne dan zo hoog rechts gaan zetten, ja, dan zet je er beter een Bakayoko of iemand met een actie. Ja, natuurlijk heb je dan tegen de betere landen gaat het problemen hebben, omdat je natuurlijk de Bakayoko niet rechts kunt zetten. Daar is Meunier, dat vind ik echt het allerspijtigste. Ik ben heel blij dat die zou na Roemenië terug zijn. Ja. Ik had echt veel vertrouwen in Meunier. Terug goed ontspelen bij Trabzonspor en dat is... Dat is een rechtsachter die eigenlijk rechtsvoor was. Hè. Dan heeft hij het dan tegen Luxemburg, als hij zich blesseerde... stond hij links en Castagne rechts. Ja, dat weet ik, ja. Dus dan moeten die wel omdraaien in hun optiek. En ik ben ook akkoord, want ik denk dat Castagne iets meer discipline heeft verdedigend dan Meunier. Ja, waarom zou hij rechtsvoet hier linksachter zitten? Dat snap ik. Wembley, ja. Ja. En ook, ja, wie gaat dan de opbouw verzorgen van die twee zessen? Gaat er dan nog één tussen de centrale komen, als je dan toch zegt dat Castagne hoog komt? Hè? Ja. Maar als je zegt twee zessen, dan verwacht jij niet Tielemans. Nee, dat verwacht ik echt niet. Ik denk dat Tedesco daar gekozen heeft. Okay. Wat hij zonde is, hè, want de vorm van Tielemans en de prestatie op Wembley van Tielemans was, vond ik echt, maar dat was Europese niet als klasse. Nee, maar hij heeft toch wel heel het seizoen, of vaak gespeeld dit seizoen. En dan is het niet tussen de twee verdedigers uitzakken, maar eerder aan de rechter of de linkerkant uitzakken om in een driemansverdediging in een opbouw te komen. En dan hebben we Onana ervoor als breekijzer, maar dan is het Mangala. Hij is echt fan van Mangala. Ja, en ik versta er ook wel, al die matchen waar dat hem gespeeld heeft met Mangala. Ik kende die niet. Voor de match tegen Duitsland, ik kende die speler niet. Allee, je wist wel dat hij bestond. Maar alle matchen met Mangala en Onana op het middenveld zijn voorlopig goed gegaan. In Duitsland was dat zo altijd net onder de radar. En sinds dat hem dan Nottingham Forest, Engeland, zag ik hem toch in ieder geval veel meer spelen. Ja, en al die 6-4 verdedigers en die 2-6, die moeten allemaal zo rap mogelijk die een bal van voor krijgen. We hebben er genoeg volk lopen die het kunnen. Ja, we moeten geen tiki-taka of te traag voetbal spelen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Afpakken, rap naar De Bruyne of rap naar De Wat je natuurlijk wel hebt als iemand zoals De Bruyne, uw sterspeler, uw draaischijf, je wilt die wel aanspelen op een manier dat hij gevaarlijk kan zijn. Dus je moet het niet gaan doen via lange ballen naar Lukaku om er snel te zijn, in de hoop dat De Bruyne een tweede bal krijgt. Je moet ze wel tussen de linies kunnen aanspelen. En daar is dan Tielemans wel net de beste in. Het is wel iets wat mij opvalt. De Bast. De Bast kan dat ook inderdaad. De gretigheid van De Bruyne precies. Nee, ja, hij heeft er precies meer zin in, meer honger, meer dan ooit. Is dat dat kapsel? Ja, ik moet zeggen, long hair KDB is een vibe. Ik heb hier een filmpje klaar over zijn kapsel. De vibe met Onana zit goed bij de Rode Duivels. Ik loef je haar zo. Ik loef je haar zo. Ik loef die lang. Hij weet nog niet hoe hij met dat compliment moet omgaan, precies. Wil je ook die bracelet bijna? Kan wel. Wie verwachten jullie van voor? Met de drie. Ik denk Trossard. Geen Bakayoko dan? Of? Nee. Nee, want hij wil een van die verdedigers hoog krijgen. Wat hem in de laatste wedstrijden expliciet gedaan heeft. En dan wil hem Trossard... Meer op het midden. Op het middenveld krijgen. Dan heb je uw twee pockets met De Bruyne en Trossard. Eén een verdediger die hoog komt in de opbouw. En een andere is dan Doku. Die de acties één op één moet maken. Wat raar is als je dan met Doku de Kuiper zit. Want dan remt je de Kuiper eigenlijk wel af. Ja, en dat heeft hem dan de vorige keer gedaan met Castagne. Ja.
Op rechts. Maar Doku, dat is... Geen enkel land heeft toch een Doku? Niet zo, nee. Hij is de snelste speler in de eerste 5 meter. Als je Eagle bij City was het altijd... En kun je tegen Doku niet zeggen, je gaat nu op rechts spelen. Je kan toch even goed op rechts spelen, dat je daar maken. Dus uiteindelijk kun je het op links zetten, wat hem ook bij Arsenal doet. En dan naar binnen komen, Kevin op de rechterkant in die teampositie. En dan is het de Kuiper die wel zijn loopacties kan doen. Want het idee van rechtsvoet op links zetten, is het naar binnen komen en trappen. Maar die Doku kan even goed buitenom gaan en met zijn rechter hem voorleggen. Ja, hij heeft nu wel een assist gegeven tegen Luxemburg, maar ik vind dat hem nog de pure... Ja, maar was dat niet finesse... met zijn rechter volgens mij? Is dat met zijn rechter? Nee, het was met zijn linkse, denk ik. Ja, het was met links. Draait hem niet naar binnen met rechts? Ja, ik dacht dat, denk dat het met links was. In ieder geval, ik vind dat hem daar nog de finesse mist, omdat je toch weet dat hem er voorbij is. Niemand kan hem volgen in die eerste meters. Maar als hem dan met zijn goede voet die voorzetten kan trappen, ja, dan gaat Lukaku er nog meer maken. Ja, ja. En nu komen er net niet genoeg ballen. Hij is er wel voorbij, maar die bal is niet zuiver genoeg. En daar zal het ook weer van afhangen. Van... Alleen nu niet morgen, maar voor de rest van het toernooi... Big Ron. Ja, ja. Tuurlijk. Ja. De chance. Hè. Dat hebben ook niet veel landen. Hè? Nee, dat hebben niet veel landen. Voilà. Kijk maar naar Nederland. Ze zouden hem zo pakken. Ze. Als ik denk aan die match tegen Kroatië... Oh, waar je zou daar wel scheuren. waar ik was toen, in Qatar. Ik weet het nog. Dat was leuk. Ik heb in mijn oor nieuws gekregen. Nee. We sturen u naar Duitsland. Hoe? Als jij na de show een bodyshot uit Leroy de Zadel doet. Okay. Oh. Het is hier lekker warm, ik heb hier goed gezweet. Dat is de slechtste ruil ooit. Ik ben daar maar 3 dagen ziek van geweest. Eén keer in Leroy zijn navel duiken en ik mag morgen naar de match. Ja, beloofd. Allee, kan dat bevestigd worden? Tuurlijk, 3 keer 3 ook als je wilt. Wat levert mij dat op? Voilà, het is bevestigd. Echt? Ja. De propere navel. Omar, waar is dat? Hier, Frankfurt? tussen mijn benen en daar zit hij met een navel. Frankfurt? Hoeveel is dat rijden? 500? Ik weet het niet. Ja, 4 uur, 5 uur rijden. Ik vind dat mooi dat we dit besproken hebben voor de uitzending en je nu toch zo verrast doet. Dat is een acteur, hè. Ja, dat is prachtig. Dat is talent. Talent. Nee, je hebt gezegd, het zou kunnen dat je gaat. Ah, dat klopt. Leroy, je hebt die bord leeggemaakt. Ja. Want dat wil zeggen, team van het EK. Klopt, er staan al 4 namen in. Neuer staat op doel, Bastoni staat van achter, Fabian Ruiz is op middenveld en Musiala is rechts voor. Uw van achter is wel een 6. Maar... Ja, maar ik moest het hoog genoeg plakken. Dus misschien okay. En Neuer is de vliegende keeper, dus alles schuift wat op. Hè. Voilà. Dus Frank, wie is er u vandaag opgevallen die zijn plaatsje verdient in het elftal? Buxa. Gewoon, nee. Nee, ik vond vandaag een matige dag op het EK, om duidelijk te zijn. Je maar mag ik... er ook iemand uithalen. Hè? Als je een keeper vindt, mag je ook Neuer eruit kicken. Pakt Vestergaard, je jongen aan zo de grond. ik zou dan toch voor Gakpo gaan, die beslissend is. En ja, dat redelijk oké was in de wedstrijd. Jij hebt hem liever in de spits, hè? Ik zou hem liever in de spits hebben, als puur omdat ik niet echt fan ben van... Oké. Okay. Andere vriend die daar nu speelt. Karel, voor wie kiest jij? Ik zet nu al Doku erin. Dat mag. Op links? In de hoop dat je morgen gaat ontmoeten? Of? Ah ja, misschien wel. Voilà. Waar zit ik? In het stadion? Geen idee. Ik vermoed echt wel de allerbovenste ring ergens. Ik zal proberen wuiven naar Doku. Dat is goed. Merci voor het komen al sinds iedereen. Spelen dus de Duivels. Karel gaat naar daar. Wij zijn natuurlijk ook van de partij. En dat zijn we met Rick en Vic. Rick Verheijen en Victor Verhulst. Tot dan. Bye. Can't stop, can't stop, can't stop, can't stop.